Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video van Creative Collects. Mijn naam is Max en in de video van vandaag mag ik iets heel cools weggeven van Amsterdam Toys. Dus blijf kijken als je wil weten wat je moet doen om dat te winnen. En ook wat het is. Ik hou het nog heel kort even geheim. Maar wat we vandaag sowieso gaan openen zijn deze Amsterdam Toys Mystery Bags. De large variant, of de surprise bag moet ik eigenlijk zeggen. De large variant met Pokémon daarin. Deze heb ik een tijdje geleden al gekocht en ik ben zo sterk geweest om die dicht te laten voor een video zoals deze vandaag. Dus deze ga ik als eerste openen en dan laat ik zien wat je kan winnen. Daarnaast heb ik ook nog heel wat toffe kaarten van Amsterdam Toys binnengekregen. Deze heb ik laten openen op hun stream. Ze hadden een stream gedaan laatst, of tenminste een Instagram live. En daar kon ik pakjes bestellen, dus toen heb ik wat leuke pakjes gekocht en dat heeft ook zijn vruchten afgeworpen, want je zal zien, er zitten echt hele goede pools. Bijna elk pakje, of meer dan elk pakje, had zelfs een pool. Dus die ga ik ook laten zien. Oh ja, wanneer ik dit film, moet Koningsdag nog gebeuren, maar ik vind het altijd leuk om over rommelmarkten te lopen en dan op die manier mijn Pokémon kaartenverzameling uit te breiden en ook gewoon te kijken wat iedereen aan Pokémon heeft liggen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ik ga proberen daar ook een filmpje van te maken, maar ik beloof niks. Dus dan eerst maar deze pakjes met kaarten. Ik zie dat ik hier een codekaart heb om weg te geven. Deze is voor jullie. Heel veel succes voor degene die deze online weet in te vullen. Hier is nog een keer die speciale Amsterdam Toys kaart. Die vind ik wel echt heel gaaf. Oh, hij is dubbelzijdig. Oké. Okay. Dan heb ik hier een Inteleon promo. Deze komt uit de Crown Zenith 3-pak blisters met pin. We hebben ook de Cinder Ace versie. Dus dit zijn de promo's die erbij zaten. Heel erg gaaf. Een Rockruff reverse, netjes gesleeved. Dan hier nog wat gewone Pokémon. Een Ultra Ball, altijd handig. Water Energy. Ik heb best wel veel geluk met Gusty Energy met water de laatste tijd. Dus misschien moet ik toch gaan wisselen van Lightning naar water. Alhoewel ik wel echt Lightning Pokémon cooler vind. Wooloo, altijd gaaf. Vooral met die Wooloo daar op de achtergrond. Ik ben benieuwd hoe het met Pokéboy's Wooloo verzameling is. Hij wilde een map vol met Wooloo verzamelen. Tapu Lele, heel erg cool. Volgens mij had ik deze zelfs nog niet. Execute Love Disc Emoga Yamba. Panyard, Krokorok, Energy Switch en een Metang. Dat was de eerste stapel. Zo, zoals je al kan zien, dit is een flinke stapel toploaders. Dat zijn alle hits die in deze pakjes zaten. Het is echt niet te geloven, let maar op. Maar we beginnen met Enamorus, Panyard, Laversa. Nog wat gewone kaarten. Lightning Energy, de beste energy dus. Absol, Holo, super nice. Ik vind het wel leuk dat in Scarlet en Violet je nu altijd minimaal een Holo hebt. Dus non-holo rares zijn een ding uit het verleden, als het goed is. Dan hebben we hier de eerste hit. Was een Radiant Charger Bug. Wel een Radiant die ik al een paar keer heb, maar hey, dat is niet erg, want die kan ik dan weer ruilen. Ik heb nu een hele pagina met Radiants die ik dubbel heb om te ruilen. Sowieso vind ik Radiant Pokémon wel echt super cool. En Charger Bug is ook gewoon een grappige Pokémon. Lekker vierkant. Dan hebben we een Hatterene V. Heel cool, die had ik nog niet. Volgens mij. Magmortar, een van de coolste Galarian Calorie kaarten als je het mij vraagt. Er is ook een Electivire ervan. Beepowerl, echt heel erg stoer ook deze. En die Bidoof daaronder vind ik ook heel erg grappig. Deze artwork heeft wel iets bijzonders. Dan de echte klapper, deze Pikachu kaart. Deze wilde ik nog heel graag. Ik was bang dat die heel erg duur ging worden. Maar nu heeft Amsterdam Toys hem gewoon voor mij gepoeld. Dus heel erg bedankt voor jullie packluck, want jullie weten allemaal dat ik dat wel kan gebruiken. Dan nog een Paras. Deze is, als ik me niet vergis, één van de negen. Die is een soort van schilderijtje vormt. Nou, dat waren dan de kaarten die voor mij gepoeld waren. Niet slecht, al zeg ik het zelf. Ik zal jullie nu vertellen wat jullie kunnen winnen. Namelijk, je had het misschien al gezien in de thumbnail, als je slim was. Deze Rillaboom versie, dit is de enige 3-pack blister die ik nog niet heb. Want ik heb dus Inteleon en Cinderace. En ik heb van Amsterdam Toys eentje gekregen om open te maken zelf vandaag hier op deze video. En eentje om weg te geven. Dus wil jij ook een Crown Zenith 3-pack blister met Rillaboom winnen? Wat je dan moet doen is, laat een berichtje achter onder de post op Instagram of op YouTube onder deze video. En like, subscribe,
deel deze video en vergeet niet Amsterdam Toys en mijzelf daarin te taggen. Als je dat doet, dan plaats ik op een lijst en dan doe ik er denk ik anderhalve week over of zo voordat ik het sluit. En dan pik ik een winnaar. Dus in de, niet de volgende video, maar de video daarna, kondig ik aan wie deze gewonnen heeft. Dus kijk daar naar uit. Doe mee. Je maakt heel veel kans. Dit is overigens de achterkant van de 3-pack blister. Met de speciale pin daarin. Die heb ik overigens nog niet eens laten zien. De pins. Dit zijn de pins. Je ziet hier aan de achterkant officiële Pokémon logo voor de Pokémon pins. Het zijn wel hele dunne pins. Maar ze zijn wel heel stoer, moet ik zeggen. Inteleon en Cinderace. En straks gaan we dus ook Rillaboom daaraan toevoegen. Rillaboom dus. 3 pakjes, een toffe promo en een pin. Let's go. Hier is de Rillaboomer. Die is wel echt vet. Ik denk dat dat misschien wel de coolste van de 3 arts is. Hoewel ik zelf een Inteleon fan ben echt. Is deze Rillaboom, deze pose is gewoon veel dynamischer, veel gaver. Nu hebben ze in ieder geval alle 3 compleet. De pack selectie, zoals gezegd, 3 pakjes crown zien. Laten we er maar meteen induiken. Voordat we aan de surprise bags gaan beginnen. Hoppakee. 1, 2, 3, 4. Hier kunnen we nog wel Gusty Energy doen op de oude manier. Ik zeg Lightning. Ah, toch water. Ik zei het toch. Ik had bij water moeten blijven. Krokorok. Energy Switch. Dusclops. Skrelp. Grubbin. Purloin. Salandit. Bidoof. En, wat gaaf, een Deoxys Galarian Gallery. Die is echt heel sick. Deze had ik nog niet gezien. Heel gaaf ook met al die scrolls en dingen. Van Fusion Strike, Single Strike, Rapid Strike. Je ziet hier ook de Welcoming Lantern en de Horn. Al die items. Heel gaaf. Met de Deoxys die hier ingevecht is. Heel erg cool. En een Zaroot, de andere gras Pokémon. Uit de 8e generatie. Die heel veel in de schijnwerpers heeft gestaan. Wat een pool. Deze is wel echt gaaf. Tweede pakje. Kijken of we dat vol kunnen halen. Ik hoop eigenlijk ook nog wel op wat full art trainerkaarten. Die vind ik zelf ook altijd erg leuk. Ik vind de Pokémon ook leuk. Maar de trainerkaarten zijn ook echt super nice. Vooral de Galarian Gallery kaarten. Die een verhaaltje vertellen met een trainer en zijn of haar Pokémon. Ik zeg Psychic Energy. Oeh, metal. Girafarig. Ultra Ball, Lost Vacuum, Wooloo, Skrelp. Ik kan bijna mijn eigen Wooloo verzameling beginnen tegenwoordig. Salandit. Oh, een Metal Energy Shiny. Heel erg nice. De Shiny Energy van metaal, misschien wel de coolste. Omdat, ja, metaal is natuurlijk ook shiny van zichzelf. En de Rare is een Liepard. En dan het laatste pakje. Geen slechte 3-pack blisters, moet ik zeggen. Sowieso heb ik van veel mensen gehoord dat die 3-pack blisters met pin wel echt dikke hits hebben. Dus als je nog op zoek bent naar Crown Zenith producten, kan je niet misgaan. Geen garanties natuurlijk, maar kan je waarschijnlijk niet misgaan met de 3-pack blisters. Ik zag al dat het een V-star marker was, dus helaas geen Gusty Energy. Wel een Graveler, een Great Ball, Gloom, Yanma, Emolga, Love Disc, Execute, Switch. Friends in Sinnoh is de reverse. Dus geen Galarian Gallery meer in deze. Maar wow, zie je dat hoekje daar? Wat is er met deze Pokémon kaart gebeurd? Deze zijn ze vergeten te knippen ofzo. Dus een error kaart, dat is wel bijzonder. En de rare is een Zacian V, die gelukkig wel gewoon afgerond is. Tenzij je natuurlijk miscuts en zo spaart, dan wil je kaarten die een beetje vreemd gesneden zijn, zoals deze kaart. Maar de Zacian V, een ultra rare kaart. En ik weet ook niet zeker of ik deze al had. Dus daar ben ik heel blij mee. Zacian stiekem toch een stukje populairder dan Zamazenta. Zijn broer, zullen we maar zeggen. En dan hier de Rillaboom pin met zijn trommel slash drumstel. Die wel overigens een stuk groter is dan de andere pins. Zie je dat? Heel erg cool. Heel erg bedankt Amsterdam Toys voor het opsturen van deze blister. En de weggeefblister. En dan ga ik nu door naar de surprise bags. Ik ben heel erg benieuwd wat voor verrassingen hierin zitten. Ik zie dat er sowieso 2 packs in zitten. Ik heb in de eerste een Darkness Ablaze. Yes, een kans op een Charizard VMAX die ik nog steeds moet. En een Brilliant Stars. Dus helemaal niet verkeerd. Ik zie namelijk Amsterdam Toys en een Japanse Ice Rider
Calyrex VMAX, die is super stoer. Ondertussen komt de Rebel zich er ook bij bemoeien. Oh, en dit zijn meerdere kaarten in één sleeve. Die ga ik even uitfriemelen om te kijken wat we al gekregen hebben. Een Irida uit Astro Radiance, Reverse Holo, Vivid Voltage, Fusion Strike Morpeko, die blijft heel erg leuk. Morpeko is sowieso echt een geniale Pokémon. Mijn vorige video ging ook over Morpeko. Ah, Snorlax, de beste Pokémon, mijn favoriete Pokémon. Dreadnought uit Shining Fates en nog een Rowlet. Dat is een mooi pakje. Dan zie ik hier al een Holo Dialga uit Celebrations, die ook nog best wel speelbaar is. Rockruff, Dynamo, Fusion Strike, Astro Radiance. Zo te zien wel redelijk recente sets. Evolving Sky is al iets ouder. Hele populaire set. Heel moeilijk te krijgen tegenwoordig. Dicht in ieder geval. Vivid Voltage, daar heb ik echt heel veel van geopend. Daar moet ik er ook nog steeds heel veel van. Snow uit Shining Fates. Ik zag dat er ook weer Shining Fates producten nu op internet verschijnen in de verkoop. Ik denk dat er weer een reprint is geweest. Astro Radiance en Reverse Rare Hisuian Decidueye. Misschien moest ik die zelfs nog. Clobopus, Shinx, Cyndaquil, Quillfish, Bagon, Panary. Justified Gloves, daar heb ik lang naar moeten zoeken. Er zijn heel veel handschoenen. En een Executor uit Vivid Voltage, een non-holo rare. En dan ga ik deze toch openmaken. Ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel leuk, die combinatie van sealed producten, dus gewoon pakjes, en van die samengestelde pakjes. Heel leuk product, die surprise bags, de large variant. Ik weet niet precies wat er in de small variant zit. Misschien zit daar dan één of geen pakje in. Dat zou je even moeten checken op de website van Amsterdam Toys. Ik zeg Lightning nog een keer. Oh, het is darkness. Kijken wat Brilliant Stars ons gaat geven. Een kookpot in ieder geval. Executor. Friends in Galar. Heel erg leuke kaart, vind ik dat. Cherubi. Sock. Corphish. Golett en Chimko. Oh, en de Vaporeon Galarian Gallery. Of Trainer Gallery heet die in Brilliant Stars. Heel erg gaaf. Ik heb deze volgens mij al wel. Maar deze is denk ik mooier uitgesneden dan de versie die ik heb. En de rare is een Manaphy. Tot nu toe volgens mij in elk pakje een hit. Dit zijn de betere openingen. Darkness Ablaze. Nou, moet ik zeggen, hier heb ik ook echt al keiveel van geopend, maar nog niet heel veel geluk mee gehad. Dus mijn verwachtingen zijn laag, maar we zijn goed bezig. Ik zeg ook fire voor de Charizard. Oh, en het is water. Had ik moeten zien aankomen. Glimwood Tangle. Was een hele goede kaart. Is nu wel de letter D, dus die is uitgeroteerd. Die doen niet meer mee in standard format. Rare Fossil. Teddy Ursa. Pansier. Morlul. Wishiwashi. Kufant. Het is gewoon weer leuk om deze kaarten te zien. Het is een tijdje geleden dat ik Darkness Ablaze heb geopend. Een Escavalier is de Reverse Rare. Dat is altijd goed. En de laatste kaart, de Rare, is een Galarian Darmanitan. Helaas geen hit in die. De tweede Surprise Bag heeft Fusion Strike en Astro Radiance. Ik hoop natuurlijk op Gengar VMAX. Zowel de gewone als de alternate art, want die moet ik nog. En dat is ook een hele toffe kaart. Wel een van de moeilijkste kaarten, denk ik, om te poelen. Astro Radiance heeft heel veel Trainer Gallery kaarten die ik nog zoek. Ik begin met Astro Radiance. Ik zeg nog niet gezegd. Gras. Oh, weer darkness. Piloswine is een hoop swine. Hisuian Electrode. Super Effective Glasses. Hippopotas Cyndaquil. Ponyard. Een hele grappige Ponyard. Van Komia. Growlithe. Voltorb. Oh, Magnezone is de Reverse Rare met de Giga Magnet. Dit is een super goede ability. En deze gebruik ik ook in mijn nieuwe deck, waar ik jullie later meer over ga vertellen. En een Hisuian Overquill. Met die Magnezone ben ik wel echt blij. Voordat ik in het laatste pakje de Fusion Strike duik, laat ik nog even zien wat er nog aan extra kaarten in deze surprise bag zat. De Oranguru V uit Astro Radiance, heel erg cool. Volgens mij heb ik deze toevallig laatst geruild met iemand. Had ik dus niet hoeven doen, want deze lag al die tijd al op mijn zolder. Maar dat heb ik heel vaak. Ik zie hier al een Scyther Reverse Holo. Ook uit Astro Radiance. Burmy. Featherball, Rufflet, een Pokémon Go kaart van de Bibarro, die gefotobombed wordt door Smeargle. Ik vind Pokémon Go echt een leuke set, die nu
goedkoper te krijgen is bij meer winkels. Ponyta. En dat was dit pakje. Dan zien we hier nog een keer de Deoxys. Dit keer in het Japans. Met zijn kenmerkende zilveren border. Wat je nu ook natuurlijk in Scarlet en Violet hebben. We zijn nu een soort van Japanse stijlkaarten. Ook in het Engels hebben we die gekregen. Die is wel heel cool. War Madame, die gaat goed bij die Burmy die we net poelden. Een Silene. Chatot. Nog een Ambipom. Quillfish. Yamask. Drifloon. Boltant is een rare uit Battlestyles. De Battlestyles zie je ook niet zoveel meer van tegenwoordig. En een Cyndaquil. Het laatste pakje is een Rufflet Reverse uit Astral Radiance. Cherubi. Ik ben heel blij met al die reverses, want die spaar ik dus ook voor de Master Set. En daar moet ik er ook uiteindelijk nog best wel veel van. Gelukkig ook in Scarlet en Violet dat je tegenwoordig meerdere reverses krijgt, dan duurt het niet zo lang. Sock. Een Togepi. Laatst was er in Pokémon Go het Togetic event. Ik weet niet of jij die ook hebt gespeeld, maar ik heb nu heel veel Togetics. Tynamo. En een Charmander. Een van de OG starters. Altijd goed. Ik heb ondertussen een enorme berg Pokémon kaarten verzameld op mijn bureau. Dan gaan we naar het laatste pakje Fusion Strike. Is een lastige set. Een hele grote set. Ik zeg als laatste Gusty Energy Lightning. Oh, en nu was het wel gras. Heb ik geen enkele Gusty Energy dit keer. Oei, oei, oei. Simipour, Bugcatcher, Onyx, Chewtle, Shroomish en Kalefki, mijn sleutelbos. Een Trubbish, Call for Family is nog best een handige aanval. De Reverse is een Rare, Toxtricity. En de Ultra Rare, hopelijk, is een... Oh, een Rillaboom! Wat toepasselijk in deze video waarin we de Rillaboom Pin Collection Blister openen. Pakken we ook nog even een Rillaboom V mee. Dat kan je niet beter plannen, al zou je het willen. Helaas niet de Gengar. Maar goed, ik heb een enorme stapel om straks uit te gaan zoeken. Ik zal in ieder geval nog even wat van de coole hits en andere kaarten laten zien. Uiteraard Rillaboom en Rillaboom Promo. De Japanse Deoxys, die vind ik wel echt heel cool. We hebben toevallig ook deze Deoxys Galarian Gallery kaarten gepoeld. Dus die passen heel goed bij elkaar. Een Oranguru, de Magnezone, hou die in de gaten. Vaporeon, een Zacian V, een Holo Metal Energy, de Zaroot, de andere gras Pokémon. En dan hebben we hier nog Cinderace en Inteleon. Ook nog wat codekaartjes voor jullie zal ik weggeven. De Fusion Strike die ik net heb geopend, die kan je invullen online. En ook de Astral Radiance. Samen met die Crown Zenith, dan hebben jullie nu 3 kaartjes van mij gehad. Ik ben benieuwd of je daar wat mee poelt. Als je daar wat mee poelt, laat het ook in de comments weten. Ik ben wel benieuwd wie van jullie spelen allemaal TCG Live tegenwoordig. Zoals gezegd, vergeet niet like, subscribe op mijn kanaal. En check ook Amsterdam Toys, een website voor goede deals. Nou, dan rest me nu alleen nog maar alles opruimen. En jullie een fijne dag wensen. Tot de volgende keer. Tot ziens.